Als we het over de menstypes hebben, laten we dan het vata-type eens even uitdiepen. Ja, het vata-type is gekoppeld aan de elementen lucht en ruimte. En dat is eigenlijk meteen heel veelzeggend. En lucht en ruimte hebben alle twee bepaalde kwaliteiten. En bij vata worden die kwaliteiten zeg maar nog eens een keer extra genoemd. Het is vooral droog, licht, bewegelijk, ruw, koud en dergelijke. Allemaal kwaliteiten die vooral van lucht zijn. En die kwaliteiten zien we in vata-types meer aanwezig, natuurlijkerwijze. En daar is ook niks fout mee, want in de natuur zie je precies hetzelfde. Je zou het kunnen vergelijken met bomen en verschillende types bomen. En dan zou een vata-type boom zou een berkenboom kunnen zijn. Een berkenboom die wordt nooit heel dik en breed, wordt ook niet heel hoog, is flexibel en heeft iets droogs. Ja, de huid schilfert ze nu dan zelfs een beetje. Precies, dat is heel duidelijk te zien bij een berkenboom. Ja. Er zitten echt schorsschilfers op. Zoals een vata-type ook vaak een drogere huid. En als vata verhoogd is, echt schilfers kan veroorzaken. Okay. Nou, een vataboom wordt in principe ook iets minder oud dan andere bomen. En in de oude Ayurveda-teksten wordt ook gezegd dat vata-types in principe ook minder oud kunnen worden dan andere types. Geldt ook voor mensen. Ja, geldt ook voor mensen. Ja. En laten we doorschakelen naar dieren. Er is ook een vata-type dier. En dat is het hert. En dan zitten we ook meteen een beetje deels nog op iets fysieks. Bijvoorbeeld een hert is onregelmatig in hoe die eet. Die graast een beetje hier, die graast een beetje daar. En dat zie je ook vaak in vata-types mensen. Dat ze eten een beetje hier, ze eten een beetje daar, of ze vergeten het helemaal om te eten. Emotioneel, mentaal zie je dat herten altijd schichtig zijn. Ze zijn altijd aan het kijken van wat gebeurt er. En dat is ook typisch de houding van vata-types. Die hebben als basisemotie angst, zorgen, nervositeit. Dat is heel typisch voor vata-types. Meer vertegenwoordigd in vata-type. Dus dat zie je in herten. En zowel bij herten als bij berkenbomen zou je kunnen zeggen, de natuur heeft dat zo gemaakt. En dat is ook de bedoeling zo. Ja, bij een hert denk ik ook aan het ranken, aan het springerige. Ja, inderdaad. De bewegelijkheid, het voortdurend verplaatsen en dergelijke. Ja. En zoals het in de natuur een gegeven is, zo geldt het ook voor een vata-type. Dus een menstype die als vata wordt benoemd. Er is niks fout mee. Dat is zoals de natuur het bedoeld heeft voor dat type.